4 juni is de Opa en Oma dag en we vragen wat de mensen ervan vinden. Weet u dat Opa en Oma dag bestaat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, dat weet ik, dat bestaat. Elke dag. Vindt u dat er meer aandacht aan besteed moet worden? Aan Opa en Oma dag? Ik denk dat mensen dat zelf moeten doen. Dat mag voor mij wel, ja. Het hoeft voor mij niet. Ja, voor mij hoeft het ook niet. En als Opa en Oma dag bestaat, willen jullie dan ook een ontbijtje op bed? Nou ja, het is wel gezellig. Ja, mag voor mij wel. Nou. Het lijkt me heel gezellig. Maar ik denk niet dat mijn kleinkinderen zo vroeg komen. Nee, en die van mij ook niet. Die is gewoon in Emmen en Assen. Nou, die komen echt niet even voor een ontbijtje. Want dan moeten de ouders gaan rijden. En, nee. Ja. Ik vind elke dag is gewoon een dag waarin je opa of oma kan zijn. Net zo goed als moeder of vader of wat dan ook maar. Tante, oom, neef, nicht. Nou, hartstikke bedankt. Dat was top, al geantwoord. Nou, graag gedaan.